Oh, ik vind dat super tof, soort gevoel. Te leuk van bossen onder je voeten. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we donderdag en vandaag is voor de meeste mensen een Vlaamse feestdag. Maar ik moet deze middag wel werken. Ik ben beter en ik ben nu volledig aangekleed. Tijd om te gaan vertrekken. Want ik heb besloten om deze morgen video's en zo te gaan editen op mijn werk. Zodat ik dan daar al ben tegen dat het open gaat en zodat ik daarvoor in stilte en in alle rust kan werken. Met een beetje deftig internet. En het leuke van nu deze morgen in de palingweek al te gaan werken aan eigen dingen, is dat ik in de dat ik in de middag een wandelingetje kan gaan maken als ik daar zin in heb. Een wandelingetje die niet door de stad gaat, maar door het bos en door de natuur. Nu gaan we vertrekken. Ik ga kijken of ik nog eens mijn vooruit kan filmen. Dat is wel tof. Zo, nu hebben jullie mijn volledige rit van thuis naar de palingbeek kunnen zien als alles goed is verlopen in de video. Dus ga ik er een klein stukje uitknip dat jullie misschien niet exact weten waar ik woon. Het uitzicht buiten deze mooie donderdagochtend. Deze video heb ik al 70 keer proberen op te laden ofzo. Dit is de grote home solder shop log. Select! Hij is airplant en kwam afgelopen zaterdag, als jullie deze vlog zien, online. Ik heb ook mijn Sultan shoplog ingepland en die staat ingepland voor 24 augustus. Dus zeker gaan kijken. Maar ik ben blij dat het eindelijk gelukt is. Ik heb net twee video's bewerkt, eigenlijk mijn enige twee vlogs die ik moest bewerken. Nu ga ik even mijn tussendoortje halen en dan ga ik oftewel aan mijn blog werken oftewel een YouTube lesje volgen. Dit is een yoghurtje van 80 gram, 0% eiwit. Laat me trouwens even hier in het polletje weten of ik een What in I Eat in a Day video moet maken of filmen. Ik heb gekozen om hier een YouTube ochtendje van te maken en wat YouTube cursussen te volgen. Hier kan ik zien dat de helft van mijn kijkers nog niet geabonneerd is. En dat is super jammer, want abonneren zorgt ervoor dat mijn video's bij veel meer mensen terechtkomen. En dat kost helemaal niets, dus doe het even hier. Ik ga hier een ding doen verschijnen. Abonneer. En ik ben zeer benieuwd wie dat deze 1,9% is in Nederland. Hallo, het is 11:30 en ik ben even beu met het binnenzitten. Over 2 uur moet ik werken en ik ga nu een kleine wandeling doen hier in ons domein. Dag kippies! Daar zit er een schaap en het is hier een appel op de grond gevallen. Ik ga kijken of dat hij hem wil. Hey schaap! Hallo! Wil je de appel? Daar kan je de kerk van dieper zien. Hier is de poel. En dat is een speelbos waar daar kindjes kampen in kunnen maken en zo. En dus nog eens even mijn soldaat. En hier in dit speelbos hebben ze gisteren bovengeveertjes gemaakt met klei. Maar ik heb geen idee waar precies eigenlijk. Dus we gaan eens op zoek gaan.
zie het al. Hier zijn we trouwens bij zo'n ding waar je ondersteboven aan kan hangen. Dus dat is speciaal gemaakt voor vleermuizen, zo'n lucht hier in de Palingbeek. Een beetje reclame maken. Hier op de grond kan je al klei zien liggen. Daar ook. Maar aan de bomen hebben ze gewerkt met klei. Kijk hier een gezichtje. Daar een kaderachtig iets. Oh, ik vind dat super tof, soort gevoel. Het geluid van het bos onder je voeten. En dat versloot wel elke kans op een dier, dat kan ik wel zien. Ook voor onze vleermuizen zoektocht. Ik ben dus deels naar buiten gekomen om te vertreffen en nu heb ik geen kaartje in mijn camera gestoken, dus dat betekent dat ik nu uit mijn vlogcamera moet halen en elke keer als ik wil vloggen, terug erin moet steken. Het wordt hier het mooiste plekje genoemd. Kijk, en niet alleen wij noemen dat het mooiste plekje, maar het is ook effectief verkozen tot het mooiste plekje van deze gemeente. Aangezien ik waarschijnlijk niet zoveel wilde dieren meer ga tegenkomen, is het nu wel een leuke tijd om een opsomming te doen van welke dieren ik precies ben tegengekomen. Ik ben een stuk of 6 eekhoorntjes tegengekomen, 2 keer apart. En 4 samen ongeveer. Ik heb verschillende vogels tegengekomen. En eentjes. En 1 pad die zo klein was als dit of zo. Echt heel klein. Ik had er bijna opgestapt. Oeps. Zoals je een klein beetje aan mijn bezweten gezicht kan zien, ben ik terug van de wandeling. Het was een iets grotere wandeling dan ik verwacht had, maar dat is helemaal oké, want het was een hele toffe wandeling. En nu ga ik voor het eerst mijn broodspudding proeven. Let's chop the brick in your paper, if that makes sense. Zo lekker. Misschien moet ik dit recept delen. Ja, want ik heb wel eens zin op om een serie te doen over anti-waste. Hoe dat je voedsel kan volledig opgebruiken. Laat weten of dat je dat hieronder of dat je dat interessant vindt om te zien op zijofhaar.nl. Net genoten van mijn heerlijke lunch met wat broodpudding en nu ga ik aan het werk. Hopelijk is er wel wat volk, want het is niet zo heel warm weer buiten en het ziet er ook uit alsof het elk moment kan regenen. Dus hey, ik ben klaar met werken. Ik ga heel vlug naar huis. Waarom zeg ik dat eigenlijk? Hey, yep. Ik ben nog altijd aan het luisteren naar het boek Becoming van Michelle Obama. Echt een goed boek. Je leert niet alleen haar verhaal als presidentsvrouw kennen, maar je leert haar gewoon volledig kennen. Nu ga ik eten maken. Want het is al 7:10. Ik heb net een uurtje opgeruimd. De vorderingen zijn echt leuk om te zien. Hier in mijn appartement. Stelletjes aan begin ik van een saai appartement een thuis te maken. Alhoewel dat de kleur van de muren niet echt mijn smaak is. En de kleuren van de gordijnen zou ik ook niet gekozen hebben. Maar kan ik het mee leven. Tijd om op te ruimen. Het is nu 8:45. Ik ga nu even mijn kleren in mijn bed leggen. En,
eerst zag in het donker door mijn gang wandelen. Het is trouwens lichter dan op camera hoor. Oh man. Ja, dat is pretty dark. Oh, het is er koud. Oh, ik ga straks lekker onder mijn tand kruipen. Een beetje te verslaafd om hier te zijn voor het slapen gaan. Dat is niet zo goed. Maar ik ga hem nu weglaan. Nu. Oké. Kijk, vliegrijstand staat aan. Mijn wekker extra zetten. Maar die staat op mijn Fitbit. Maar af en toe zet ik hem graag nog een keer voor de zekerheid op mijn telefoon. Want dan moet ik half uit bed. Om hem af te laden. Ik ga hem zo ver mogelijk bij hem. Echt in de morgenochtend. Om mijn wekker af te laden. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. Ik weet dat jullie dat nog niet genoeg doen. Dus doe het. Hier in het eindscherm hierna vind je de hele afspeellijst met zonnige zomervlogs. En vind je een aanbevolen video voor jou. En je kan je ook abonneren daar. Doedels! Tot de volgende vlog. Ik upload mijn vlogs altijd op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag.